leerkrachten hebben een trainde trainers verkeerseducatie mogen volgen. Dat houdt in dat ze vanuit het Verkeersveiligheidsinstituut en wel het onderdirectoraat data en educatie wat tools mee gehad hoe om te gaan en hoe de overdracht te doen aan de leerlingen. En het is eigenlijk vanuit dat Oppoyu-Aimboek. Initiatief komt vanuit het Verkeersveiligheidsinstituut. Als we kijken naar het aantal verkeersdoden, het gedrag van onze jongelingen in het verkeer. En hebben we gezegd van we gaan moeten beginnen bij onze pupillen. Want het cultuur, het gedrag moet gaan veranderen. Er moet meer dynamiek komen in bewustwording van onze kinderen. Als het gaat om verkeersveiligheid. Is een voorloop naar de permanente educatie. Is de bedoeling dat we duurzaam in onze gemeenschap willen gaan investeren. Het gaat om een duurzame bewustwording die we willen aanwakkeren. Om zodoende de verkeersongevallen te minimaliseren. En hoe gaat het geminimaliseerd worden? Is een bepaald verantwoordelijkheid dat wij proberen over te brengen aan de kinderen. Want als ze het vanaf jongs af al aanleren, is het een leestijl geworden. Is niet dat we het nu gaan plotseling gaan inpompen in ze, wanneer ze ouder zijn geworden. Maar nu ze jong zijn, ze krijgen het nu mee, laat het een leestijl worden. Dus dat is het uiteindelijke doel ervan. Het ging om bijkans 80 leerkrachten, landelijk. Alle districten zijn uitgenodigd. Met uitzondering van de districten langs de rivier. Dat praat over boven Suriname, boven Tapanahoni. Maar de randdistricten hebben meegedaan. Bij naam te noemen. Paramaribo, Wanica, Para, Nikeri, Koroni, Komowijnen, Marowijnen. Dus die districten hebben meegedaan. En het was een grote groep. En de enthousiasme ook bij de leerkrachten was zichtbaar. Het was een eendaagse training, volle dag. Het was vanaf de ochtend tot in de middag. En handleiding hebben ze meegehad. En het was meer tools. De leerkrachten hebben al de drive, ze zitten al in dat ding. Ze geven hier en daar verkeersflesjes. Maar gewoon meer voor een opboetsing hebben we dat gedaan. Het was een training van één dag, een volle dag. Hoe ga je verkeersveiligheid verkopen op een kindvriendelijke manier, zodat ze het kunnen begrijpen? Hoe ga je het vertalen, zodat zij snappen wat verkeersveiligheid is? Dat je ze ook alvast kan zeggen, bijvoorbeeld, als je mama zit met de telefoon tijdens het rijden, moet je zeggen, mama, handmatig bellen dus, mama, u mag niet bellen in het verkeer. Want zij zitten nog niet achter het stuur, maar als zij alvast de ouderen bewust maken van ik weet dat ik het niet mag doen en u weet is een blam toch. Als je kind jou nu iets waarschuwt wat jij dat kind zou moeten waarschuwen. Dus in dat kader, dus meer op een kindvriendelijke manier hoe ze de informatie kunnen overbrengen, vertalen naar de leerlingen. Nu is het voor de vijfde klasse, dat was al 20 jaar terug een feit. Maar met COVID en al die andere zaken is het dan weg te vallen. Er waren ook andere factoren die een rol hebben gespeeld. Dus voor nu is het voor de vijfde klas zoals het al eerder was. Maar het is de bedoeling dat we vanaf de peuterschool dit gaan meegeven. En het is al bijna een feit, als ik mag zeggen, zeker in komend schooljaar gaan we dan van start met een permanente educatie op de peuter- en de glooscholen. Het zal natuurlijk doorlopen naar de VOJ en de VOS-scholen.